Hallo, ik sta hier naast een prachtige schatkist in de Westerkerk. Want deze week wordt hier en in de Open Hof de jaarlijkse vakantie Bijbelweek gehouden. Het is alweer het 40ste jaar dat die wordt georganiseerd en elk jaar is het weer een groot feest. We organiseren allerlei activiteiten binnen en buiten. We zingen liedjes, we knutselen dingen en dat allemaal dit jaar rondom het thema schatrijk. We vertellen de kinderen dat ze schatrijk zijn op het moment dat ze Jezus kennen. En dat God er alles aan doet om hen te zoeken. Omdat ze zo waardevol zijn. Dus God rekent zichzelf ook schatrijk met ons. De kerk is helemaal versierd. Het is een groot feest. Alle medewerkers werken hard om er een groot feest van te maken voor alle kinderen. En ook dit jaar lukt het weer prima. Dus daar zijn we heel blij mee. Ook in IJsselmuiden en Zeerenbroek bijvoorbeeld is de vakantie Bijbelweek, want het is een landelijk initiatief. En ook dit jaar, hartstikke leuk. De samenwerking met de burgerlijke gemeente is elk jaar weer heel goed. We hoeven maar te mailen en te bellen en bij de Open Hof mogen we een straat afzetten aan de achterkant. De parkeerplaats rondom de Westerkerk mogen we helemaal gebruiken. En daarin zijn we ook heel blij met de buurtbewoners, die daarin alle rekening met ons houden. Ja, we spelen Levend Stratego en het is bijzonder leuk. We zijn helemaal fanatiek. Hè, is leuk toch? Ja. Ja, lekker weertje erbij. Oh, jij nog. Yes. Jongens, ijsjes! Ja, ja. Ijsje flikken! Ja! Ijsjes! Iedereen gaat op de kant van mijn ijsjes! Dat is handig, hè? Daar moet je gebruik van maken. Alle kinderen zijn welkom als ze denken, nou, daar wil ik volgend jaar ook wel bij zijn. Alle kinderen tussen de 5 en 14 jaar zijn welkom om te komen. Voor de tieners hebben we een apart tienerprogramma met graffiti spuiten en speurtochten. En het is hartstikke leuk. Welkom.